Chris, je hebt hier koffiebar Noir in het hartje van Leuven. Hoe is jouw koffieverhaal eigenlijk begonnen? Ik was eigenlijk gek van koffie samen met mijn vriendin. Mm-hmm. En het enige wat wij een beetje misten was om ons eigen plekje in Leuven. We hadden allebei een beetje ons job beu en we dachten, we gaan een stekje creëren waar dat iedereen gewoon gezellig kan samenzitten, studenten samenkomen, maar ook iedereen van Leuven en goede koffie serveren. Ja. Af en toe doen we ook wedstrijden en zo met koffie, dus we zijn er eigenlijk constant mee bezig. Dat is een beetje een leven geworden en ook een plezier. En hoe ziet zo'n wedstrijd er dan uit? De laatste wedstrijd die we gedaan hebben was Aeropress. Dan krijgt iedereen dezelfde bonen en een Aeropress is eigenlijk een toestel waarmee je koffie zet. En het doel is gewoon om de beste smaak naar boven te krijgen. Dus dus een beetje gek eigenlijk, maar het is wel leuk. Ik kan me er moeilijk iets bij voorstellen. Ja. Hoe krijg je de perfecte smaak als iedereen alles hetzelfde heeft? Je kunt je water aanpassen, je kunt je maling aanpassen. De manier waarop dat je met die Aeropress speelt. En wij gaan daar denk ik met iedereen die eraan meedoet vrij ver in. Ja. Wij mengen ons water, wij zien dat de pH-waardes juist zijn. We kiezen de beste bonen uit, één voor één. Dat wordt al bijna een laboratorium eigenlijk. Het scheelt niet veel. Wat is de meest speciale koffie dat jullie hier serveren? De meest speciale, denk ik... de meeste mensen zijn echt gek van onze espressos van de week. Wij proberen echt altijd een unieke boon te hebben. En we proberen die echt zo optimaal te zetten dat je alle smaken eruit krijgt. Dat is echt zuivere koffie, koffie op zijn best. Ja. Als ook die Aeropress, dat is zuivere koffie. Er worden geen toevoegingen gedaan, dus een beetje zoals een goede wijn eigenlijk. Ja. Wat mag je nooit vragen in een koffiebar? Een Aeropress of een espresso van de week of een filter van de week met suiker. Not done? Not done. Okay, dan gaan we dat ook gewoon nooit meer doen. Hier in Café Noir, uw favoriete koffiebar in Leuven. Is deze ook een plek waar jij helemaal tot rust komt? Ja, ik zag juist een quote van Sergio Herman en die zei van je hebt maar enkele ogenblikken per dag nodig om van puur geluk. Mm-hmm. En zo dat eerste espresso hier, en dan zet ik me meestal buiten als het niet regent. Dat is voor mij echt puur geluk. Als... En ook ontspannen echt? Ja, alles komt dan gewoon tot rust. Hè. Dan zet ik mijn gsm uit en dan ontspan ik. Ja, dan kom ik echt helemaal tot rust. En is dat echt een kort moment of kun je hier echt uren slijten dat je hier zit? En... Ik heb een beetje last dat ik een ADHD'er ben. Mm-hmm. Dus ik kan echt wel mij eraan toe zetten om te genieten van dat koffietje. Mm-hmm. Maar daarna heb ik wel zin om iets te gaan doen. Oftewel lees ik een krant, oftewel begin ik te schrijven hier, de mensen observeren. Kom jij specifiek naar hier ook om mensen te observeren? Nee, zeker niet. Dat zou een beetje raar zijn. Maar ik doe dat wel. Ja? Ja. Vooral alleen niet hier binnen, maar als ik daar buiten zie en dan zit en dan zitten daar gewoon rustig op bankje en dan. Je ziet allemaal mensen voorbij komen en je hebt weer alles is energie op zich. Hè. Dus je hebt weer zoveel verschillende energieën dat voorbij chasen. En ja, ergens laat dat mij op. Waardoor ik ook weer genoeg, genoeg energie zelf heb om te beginnen te schrijven. Je zegt die mensen die passeren, dat zijn allemaal energie. Maar let jij dan bijvoorbeeld op hoe dat die mensen zich voortbewegen of wat voor verhaal zich afspeelt in die mensen? Of... Ja, Ik focus mij vooral op die mensen, omdat ik meestal een deel van mijn eigen daarin herken. Mm-hmm. Wat dat dan weer dat gevoel versterkt en waar ik dan weer een ingeving van krijg. Ah ja, juist. Expressie op zijn of haar gezicht. En dat herken ik in mijn eigen. En dan schrijf ik, ik schrijf ook meestal teksten met keywords eerst uit. En dan uiteindelijk, een paar maanden later of dezelfde dag, komt het allemaal tezamen. Ja. En dan... vormt dat, is daar plots een lyrics. Dus ja, ik ben elke keer als ik een goede lyrics heb geschreven zelf heel verbaasd. Dat klinkt wel heel poëtisch natuurlijk. Is dat ook iets waar jij mee bezig bent met poëzie of zo? Ik ben heel streng opgevoed vanuit thuis. Ik mocht geen tv, geen computer. Dus het enige wat ik kon doen was boeken lezen. En we hadden een piano in de living staan. Dus ja, ik speel ook wat piano daarop. En zo heb ik ook al die tonen leren kennen.
nummers beginnen te schrijven, veel boeken gelezen, waardoor ik ook heel veel taalgevoeligheid heb gekregen. Je lijkt ook wel echt een gevoelsmens, hè? Ja, dat ben ik echt wel. Ik werk heel veel, anders zou ik ook geen muzikant zijn. Mm-hmm. Ik werk vanuit het hart en ik heb ook wel natuurlijk rationaliteit, dat moet ik natuurlijk wel hebben, maar ik probeer zelf wel altijd vanuit een bepaald gevoel te starten en ook in mijn keuzes altijd intuïtie daarin mee te laten de doorslaggevende keuze te geven.